De parkeerplaats van middelbare school Groenewald in Stijn wordt een paviljoen gebouwd. Zo wordt het aantal plekken waar leerlingen coronaproef pauze kunnen houden fors uitgebreid. Volgens de maatregelen die gelden rond het coronavirus moeten scholieren 1,5 meter afstand houden ten opzichte van docenten en andere personeelsleden. Tegelijk is toezicht door die medewerkers tijdens pauzes verplicht. Daarom heeft Groenewald looproutes aangebracht in de aula, met als gevolg dat de capaciteit omlaag ging. Ook is de ventilatie van de ruimte recent beoordeeld. Die is weliswaar goed, maar met de kanttekening dat minder jongeren in de aula mogen verblijven dan verwacht. Alles bij elkaar betekent dat in deze situatie ongeveer 700 leerlingen tijdens de pauze in het hoofdgebouw kunnen zijn. Voor nog eens 200 is plek onder een al bestaande overkapping buiten. De school moest echter op zoek naar een oplossing voor de resterende pakweg 600 leerlingen. Groenewald trok aan de bel bij de gemeente Stijn. Uitkomst van het overleg is een open paviljoen dat wordt gebouwd op de parkeerplaats tussen het hoofdgebouw en de noodlokalen aan de Kinskystraat. Een vergunning is niet nodig omdat de tent lager is dan 5 meter, niet dieper in de grond staat dan 40 centimeter en niet voor geluidsoverlast zorgt. Het sportveld was ook kandidaat, maar op het parkeerterrein is geen sprake van verstoring van de bodem. De kosten voor het paviljoen worden geschat op 15.000 euro. Groenewald neemt 6.500 euro voor zijn rekening en zorgt voor een inrichting met banken. Het restant betaalt de gemeente. De pauzeplek wordt na de herfstvakantie in gebruik genomen en blijft in principe bestaan tot 1 mei volgend jaar. De directe omgeving van de scholengemeenschap is per brief op de hoogte gesteld. Daarin staat dat Groenewald al sinds het begin van het huidige schooljaar extra zitgelegenheid heeft gecreëerd op het buitenterrein. Leerlingen is gevraagd zoveel mogelijk in de open lucht pauze te houden. Maar nu het weer kouder en natter wordt, ontstaat een probleem. Dat wordt met het paviljoen getackeld. Het personeel dat de auto niet meer kwijt kan op de Groenewaldparking wijkt uit naar parkeerplaatsen bij de begraafplaats, het voetbalveld van de Ster en de naastgelegen sporthal. Twee buurtbewoners zijn een inzamelingsactie gestart voor dierenweide De Ark van Eeltse. Daar is begin deze week een konijn onthoofd. Kiona Rings vond dinsdagmiddag het kopje van konijn Bella toen ze de dieren bij De Ark van Eeltse ging verzorgen. Het andere konijn, Kees, was verdwenen. Moeder en dochter runnen sinds ruim 3 jaar de dierenweide aan de Steinderweg. Nadat Cindy Rings het slechte nieuws had gedeeld, werd ze overstelpt met reacties. We hebben al 19.000 mensen bereikt via Facebook. Twee buurtbewoners zijn een inzamelingsactie gestart. Met dat geld kan de weide wellicht beter beveiligd worden. Het moet geen fort worden met prikkeldraad. Maar misschien kan er wel beter verlichting en meer camera's geplaatst worden. Initiatiefnemer Rob Schepers van de donateursactie wil Rings een hart onder de riem steken. Dierenmishandeling is het laagste dat een mens kan doen. Hij gaat met zijn dochter geregeld naar de dieren kijken en wil voorkomen dat er nog een keer diefstal of mishandeling plaatsvindt. Binnen een dag zijn er al tientallen reacties en enkele honderden euro's binnen. Na een eerdere diefstal van een aantal dieren 1,5 jaar geleden nam Rings al maatregelen. Op aanraden van andere dierenvrienden plaatsten ze de ganzen in de dierenweide. Dat zijn de beste waakhonden. De toegang tot het hok is geforceerd. De dierenvriendin en haar dochter startten de weide ruim 3 jaar geleden op het stuk grond dat een bejaarde oom in gebruik had als moestuin. Omdat hij de weide niet meer goed kon onderhouden, besloten Cindy en Kiona dieren in te zetten als grasmaaiers. De verzameling groeide steeds verder uit. Er lopen nu circa 45 eenden, ganzen, kippen, cavia's en konijnen op het stuk grond op enkele honderden meters van hun woning. Veel mensen komen geregeld langs om het dierentuintje te bekijken. Rings is niet van plan zich door de incidenten te laten ontmoedigen. We kunnen hier niet mee stoppen. De liefde voor dieren blijft. Gemmelot gaat tot aan de feestdagen meerdere fabrieken stopzetten voor onderhoud. Voor buurtbewoners betekent dat
licht- en geluidsoverlast en mogelijk ook meer auto's in de wijk. Een aantal fabrieken op het industrieterrein wordt stilgezet voor groot onderhoud om ze van binnen en buiten te inspecteren en schoon te maken. Ook worden waar nodig onderdelen gerepareerd, vernieuwd of verduurzaamd. De zogeheten shutdowns zijn niet alleen wettelijk verplicht, Gemmelot investeert daarmee ook in veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid. Buurtbewoners weten echter ook wat de consequenties zijn. De tijd van lichtoverlast door afvakkelen, bruine pluimen uit schoorstenen en geluidsoverlast door het afblazen van stoom is weer aangebroken. Daarnaast zijn er tijdens het groot onderhoud ook extra medewerkers nodig, waardoor parkeerplaatsen bezet worden. Inmiddels is gestart met de werkzaamheden die, volgens de planning, voor de feestdagen zijn afgerond. Gemmelot benadrukt dat alle werkzaamheden volgens de richtlijnen van het RIVM verlopen. Via de website van het bedrijf wordt informatie gegeven over de onderhoudsstops. Sporthal Merode in Stijn transformeerde donderdag in een flitsend glow-in-the-dark park. Kids tussen de 6 en 12 jaar konden zich in fluoriserende hesjes uitleven met onder meer lichtgevende voetballen en hockeysticks. De hele herfstvakantie organiseert Stichting Explore activiteiten voor kinderen op het gebied van cultuur, sport en educatie. Vanuit de gemeente Stijn zal er de komende jaren geen Open Monumentendag meer worden georganiseerd. Er is steeds minder animo voor deelname en zo wordt het volgens de gemeente steeds moeilijker om een mooie fietsroute langs de verschillende monumenten uit te zetten zoals dat tot vorig jaar gebruikelijk was. Dit jaar ging de Monumentendag in Stijn na overleg met de eigenaren al niet door, mede door corona. Uit bezuinigingsoverwegingen zal ook in 2021 en verder vanuit de gemeente geen bijdrage komen. De besparing is een kleine 1000 euro per jaar.